De minister van regionale ontwikkeling, Gracia Emanuel, brengt dit weekend een oriëntatiebezoek aan de dorpen in het Zuidoostgebied liggen van Suriname. Volgens de bewindsvrouw is het van belang dat zij als minister van ROS de verschillende gebieden persoonlijk bezoekt om met de plaatselijke gemeenschappen te praten over de noden van de mensen. Hiermee kunnen zij effectiever aangepakt worden. De meest voorkomende punten, knelpunten, heeft te maken met energie, ze hebben geen stroom, water, de verschillende activiteiten die zich ontplooien hier in de omgeving, op de rivier en dat soort zaken. En als je, ik ben niet lang terug geweest op Stoelmanseiland, daar hebben ze lang niet onderhouden, dus de DC is momenteel daar, dus ik wil me ook persoonlijk gaan oriënteren als het is opgepakt. Er zijn verschillende knelpunten in de dorpen. Samen met de gemeenschappen zal er van gedachten gewisseld worden over de problemen die duurzaam aangepakt kunnen worden. Ondanks er een gebrek is aan financiële middelen, zal er op innovatieve wijze gewerkt worden om de noden van de binnenlandse gemeenschappen te ledigen. Kort voor vertrek sprak de STVS Nieuwsdienst haar over haar bezoek naar dit gebied. Ik zal een overnachting hebben op Stoelmanseiland, want daar is eigenlijk het bestuurscentrum zelf. En daar gaan we dus overnachten, de DC is daar. We hebben reeds een startsein gegeven om te starten met de overheidsterreinen in het binnenland, wanneer het gaat om onderhoud. Dus we gaan daar stoppen, we gaan verder ook op Drietabbetje, omdat je daar het groot opperhoofd hebt van Tapanahoni. En daar gaan we dus even een kleine vergadering, omdat ook, we hebben ook iemand van commissie, presidentiële commissie grondrechten meegenomen. En je weet, het is een heel belangrijke vraagstuk voor de mensen, de Maron, de inheemse. En we hebben ook iemand zodat ze ook gelijk geïnformeerd worden hierover.